Gert-Jan Verbeek, daar staat een streep door. Dus Robert Maaskant, de weg ligt open voor hem, denk ik. Ja, die weg ligt helemaal open. In veel opzichten is dat wel een logische keus. Vooral omdat die haalbaar is. Hè. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Ik snap wel het sentiment van de supporters. Die zeggen van ja, Maaskant is op een gegeven moment weggegaan in een periode dat het eigenlijk heel ongepast was om weg te gaan. Na 3 wedstrijden al. Toch? Drie ja, waren het. De Polen. Ja. En toen heeft hij de club toch wel een beetje in de steek gelaten. En dat gevoel bij de supporters leeft nog wel. Dat snap ik ook wel. Maar als je gewoon heel zakelijk kijkt naar zijn capaciteiten als trainer, zijn ervaring, dan denk ik wel dat dit de beste optie is. Ja, op dit moment de beste keuze, inderdaad. Robert Maaskant. Ja, kijk, ik had het met Sjoerd voor de opnames over. Dat Verbeek had ik heel graag gezien. Alleen is Verbeek wel eentje met een echte gebruiksaanwijzing. En ik ken Verbeek zelf, ik heb hem 3 jaar als assistent gehad. Dus ik had dat wel eens willen zien hoe dat gegaan was. Verbeek is natuurlijk een. Is die gebruiksaanwijzing heel de reden dat het niet doorgegaan is uiteindelijk? Ja, dat weet ik niet. Daar sta ik te ver. Maar Sjoerd, jij zit diep in. Ik kan me best voorstellen dat de vijfde kolonne, de figuren die bij NAC de cultuur bewaken, daar totaal niet op zitten te wachten. Het was niet zozeer een kwestie van de vijfde kolonne. Het zat er meer in de organisatie. Kijk, als je Verbeek aanstelt, dan heb je een beetje tegenwicht nodig. Dan moet je wel een beetje klaar voor zijn. Die gaat anders als een olifant door die porseleinkast. Het is een beetje een ongeleid projectiel soms. Maar er moet af en toe iemand ruzie met hem maken. Ja, en als je dat niet hebt, dan loop je toch wel een beetje risico dat het een beetje misgaat. Is dat ook niet goed, iemand die keten bij NAC kan doorbreken? Iemand die helemaal haar zet op die cultuur? Nou, dat vind ik altijd een beetje makkelijk, van het moet anders zijn dan de cultuur. Er mag best iemand flink doorheen en er mag echt wel wat gebeuren. Maar Verbeek is wel een beetje verhaal apart. Kijk, ik snap wel dat er vanaf de buitenkant dat het iemand lijkt, hè, die klapt erop en dat vinden de supporters vinden dat fantastisch. Maar als je gewoon kijkt naar wat hij in het verleden, waar hij gewerkt heeft, ga maar navragen bij de mensen die daar gewerkt hebben. Dat is nog niet zo eenvoudig. En ik snap wel dat dit NAC op dit moment, het seizoen is al bezig, hè. Je kunt nog degraderen. Dat ze zeggen van ja, dat risico is ons iets te groot. Ja, waarom is Maaskant dan wel het goede type? Nou, Maaskant is meer iemand die ook dingen op scherp kan zetten. Maar ook mensen kan binden. Die een organisatie een beetje bij elkaar kan houden en brengen. En daar hebben ze ook wel een beetje behoefte aan. En daar heeft die spelersgroep ook wel een beetje behoefte aan. Goedelje was al, dat was al een aparte vogel. Een beetje een afstandelijk type. En waar die spelers heel veel moeite mee hadden. En daar, Maaskant is wat dat betreft wel een wat socialere, warmere trainer.